Ralf breekt de internet. Hey. Is heel nice. Nou, onze kleine kerstkabouter. Ralf breekt de internet! Hey. Hebben jullie er zin in? Ja! Oké. We zijn niet met mama, omdat die heeft pijn naar haar knie. Ja, dus we zijn lekker zonder mama helaas. Maar het is ook gezellig met z'n drieën, toch? Ja. Zit je zin in? Ja, maar dan kan je ook weer op Netflix zien. Oké, super. Ga maar leuk te volstaan, geef me koekjes maar. Koekjes Edi, koekje. Ga leuk staan. Laat me zien. Leuk staan. Klein stapje naar voren en dan zo. Ja! Oké. Zo. Super, dankjewel. Kom jongens. Oké, kom mee. Kom kijken. Oké. Oké. Ja. Oh ja, nee. Heden? Nee. Je kunt kiezen. Wil je popcorn, wil je zout, wil je zoet? Ik zou voor zout zoeken. Wat ga jij voor? Zout, popcorn. Ja. Ga je voor poep? Nee. Of ben jij erg? Popcorn. Ja, jij hebt dus de smaak, hè? Top. Oh, leuk. Ook Eva. Oh. Ook hier gaan we weer een ronde tot elkaar voorstellen. Daar komt Eva met de microfoon. En zeg dan luid en duidelijk je naam, zodat het publiek weet wie de meest bent. Ronde 2, zeg het maar. Jonathan. Haley. Heden. Dirk. Timo. Kai. Toby. Aisha. Elio. Nicky. Ryan. Tony. En volgens mij komt er nog eentje aan. Haley. Maar een grote applaus voor deze kantjes, jongens! Oh, jullie weten wat de bedoeling is. Dat betekent dus als je, ik zeg weer een vraag, het zijn weer andere vragen, want anders wordt het natuurlijk heel makkelijk. En er zijn mooie prijzen te vinden. Oké, de vraag gaat als volgt. Hoeveel e-mails worden er per dag over de wereld verzonden? Is dat rechts 100 miljard? Of is dat links 250 miljard? Hoeveel e-mails? Per dag 100 miljard ga je rechts staan. En als je denkt het zijn er 250 miljard, ga je links staan. Zo. Oh. Weet je wat het mooie is aan een quiz? Soms duurt een quiz lang en soms duurt een quiz kort. Want helaas, het juiste antwoord is daar. Zo zeg. Oh, hebben we nog troostprijsjes? Niet zoveel als dat ik had aangewezen. Nee, oké, dat is gaaf. Weet je wat? Dan geven ze een extra groot applaus en als we straks nog een pakketje zo hebben, kunnen jullie ze gewoon opkomen. Yes, maar een grote applaus, please. Vonden jullie de film? Leuk. Dat is vet, hè? Ja. Heb je een poster erbij of niet? Nee, ik vind het heel leuk, man. Genie. Heb je een poster gekregen? Hi. IJsje! Disney on IJsje. Ja, dit is wel een IJsje. Disney on IJsje. Ja. We hebben net heel gezond gegeten, hè? McDonald's. Met je Mackie. McDonald's. Wat heb jij om? Een ketting. Een kerstketting van de challenge. En ik heb dit ook. Van de challenge. Soms noemen we
een kerstmuts van de challenge wel een kaboutermuts? Kaboutermuts, ja. Ja, als ik deze erin doe. Dan gaat hij nog rechter staan als hij zo is een muts. Ja, dat is een kabouter. We zijn wel heel erg vroeg, hè? Ja. We zijn in ieder geval op tijd. Het is een beetje druk. Jill is er ook, toch? Ja, Jill is er ook. Kom bij Jill. Nou, kies maar een deur. Heel veel deuren hier. Ja, ik kies deze deur. Kies maar een deur. Hé, hey, dan wat gaan we nu halen? Een zwaard, hè? Ik ga hem voor je voorschieten, ja? Ja, zeg maar welke je wil. Meneer! Wat wil jij dit zeggen? Ja? Zeg maar, baby. Meneer, mag ik dat Maui zwaard? Is het Engels? He wants the Maui. Oh, yeah. Ja. Oké, okay, Katien, wat heb jij dan? En wie ben je nu? Maui. Maui. Jij komt uitzetten. Ik krijg wel 20 euro van je, hè? Ja. Beloofd. Heb je beloofd, hè? Nou, ga maar papa laten zien. Papa, kijk eens wie we nou tegenkomen. Jill. Hallo. En Jill gaat ook naar de show? Hopelijk zit je naast ons. Nee, je zit helemaal in een ander vak, helemaal ver weg. Maar je kan wel naar elkaar zwaaien. Zo. Als je gewoon het zwaard ziet, dan houdt Heden dat zwaard omhoog. En zit hij zo. En dan zijn er maar denk ik 600 andere kinderen met ook zo'n zwaard. Zit je meteen dat jij het bent? Ja, natuurlijk. En jij ging schaatsen? Ja, ik had ook heel veel trucjes gedaan. Het was echt super leuk. Ja? Dus we zien jou zo meteen ook in een Elsa jurk. Ja, ja oké. Okay. Yes. Nou, veel plezier bij de show, hè? Ja.
Disney-figuren echt ontmoeten. Dus we mogen backstage. Superleuk. Oh, ja. En er zit helemaal niemand meer. Kijk, helemaal leeg. Ja, alleen daar. Voor, ja. Zie je al voor. Alleen Haley en Hayden zijn er nog. Nee, niet alleen wij. Nog een paar andere mensen, hè? Nou, Hayden, heb jij je schaatsen mee? Want je moet nu een rondje schaatsen, hè? Ja. Dan krijg je een rokje aan en dan moet je schaatsen. Nee hoor. Nee. Oké, okay, next group. Oké. Okay. Hey, work careful. Come on. No. Yep. All right, guys. Turn around for the photo. Yeah. Thank you guys. Thanks. Vond je deze video leuk? Geef dan een duimpje omhoog en abonneer op ons kanaal en vergeet niet op het beste te klikken om je nooit meer video. Doei.